We zijn weer thuis, het is weer gelukt en we hebben wel een beginnetje aan het moederdag cadeautje en het is zo leuk. Goedemorgen, het is woensdag en dit is een verrassing. Sarah heeft de tafel al heel lief voor ons gedekt. Ik heb me aangekleed en opgemaakt. Ik heb mijn haar weer gesteld vandaag. Ik heb een mango outfit aan, deze top. Die vind ik echt leuk, want hij zit als een basic, maar dan met die mouwtjes. Vind ik helemaal geweldig. Broek ook en schoenen zijn van Edited. En we gaan de fiets op, boodschappen doen en even vast kijken om een moederdagpakketje te maken. Dan kunnen we dat van de week leuk aanpakken en mijn moederdag even langs mijn moeder brengen. We zijn weer thuis, het is weer gelukt en we hebben wel een beginnetje aan het moederdag cadeautje en het is zo leuk. We hebben deze gehaald en dit is een tas, maar die is nog niet getekend. Er zit ook een schabloon bij en dan kan je hem zelf tekenen. En dit is dus eigenlijk een pakket voor volwassenen. En nu gaat Sarah dus deze tas voor oma maken. Dan kan ze hem zelf tekenen zoals zij wil, hartjes of schrijven of wat dan ook. En daar gaan we dan dingetjes in doen. Dan hebben we in ieder geval deze al. Dit is een geurkaars voor erin. Dit heeft Sarah allemaal uitgekozen. En ook zo'n mini luchtje. En dan gaan we er nog meer dingetjes in doen. Maar die hebben we nu nog niet. Ze is stom. Sarah is net naar bed. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet gefilmd. We waren net met z'n drieën aan het puzzelen. Maar nu elke keer als ik langsloop denk ik... Ah, ik wil er gewoon nog een stukje in. Dus dan sta ik toch weer te kijken terwijl het Sarah de puzzel is. Dat ik denk, ik moet hem laten liggen. Maar dit nodigt zo verschrikkelijk uit. En dan denk je weer, oh, deze past ook wel weer hier. Dus ik heb het vermoeden dat die puzzel gewoon morgen af is. Moet er afblijven, maar moeilijk. Of moet hem gewoon maken en dan weer heel veel stukjes uithalen. Dat kan natuurlijk ook. En nu is het tijd voor wat lekkers. En ik hou het gezond, dus ik ga lekker aardbeidjes eten. Oh, ik heb er zo druk in. Echt, ik had de vorige keer aardbeien gehad, maar die achteraf vond ik eigenlijk niet zo lekker. Dus ja, toen at ik ze niet heel veel. Maar deze heb ik geproefd en deze zijn dus wel echt zo lekker. En het is gewoon echt tijd geworden dat ik even gezonder eet. Want dat heb ik wel gedaan, maar het had wel wat gezonder gekund de afgelopen weken. Oh, zo lekker dit. Gisteren hang ik een heel verhaal op dat ik op tijd naar bed moet gaan. En het is weer te laat. Dus ik wil nog even de vlog afsluiten. En dan ga ik lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Laat ook even een duimpje achter. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!